Hallo fantastische van het universum, ik ben Jarin en welkom in 2023. Aangezien het nu 2023 is, betekent dat dat het meer dan een jaar geleden is dat ik een video heb geüpload. De laatste video die ik heb geüpload was namelijk in september 2021, met zelfs een heel groot deel van de footage die nog uit augustus van 2021 kwam. En daar wil ik het eigenlijk een beetje over hebben. Hoe komt het dat het zo lang geleden is dat ik iets geüpload heb? Waar ben ik mee bezig geweest? Waarom ben ik nu wel terug iets aan het maken? Etcetera, etcetera. Wel, daar is eigenlijk een redelijk simpel antwoord op. Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen jaren te perfectionistisch ben geworden. Wat ik daarmee bedoel, is dat ik altijd wel iets zie waar ik van denk, nee, dit moet en dit kan beter. YouTube heeft mij al op hele mooie plekken gebracht. Doordat ik 6-7 jaar geleden ben begonnen met slechte gaming YouTube video's te maken hier op YouTube. Dat heeft er mee voor gezorgd dat ik heel veel content heb kunnen maken voor andere dingen. Ik heb content mogen maken voor Jong Groen als communicatieverantwoordelijke daar. Ik heb content mogen maken voor het Vlaams Jeugdparlement. Ik heb content mogen maken voor KDG, de hogeschool, waar ik ook eigenlijk een soort van vast studentenjobje heb als een beetje content creator voor de social media daar. En dat allemaal omdat ik dus zoveel jaar geleden ben gestart met YouTube-video's te maken. Maar doorheen die periode dat ik meer en meer van die professionelere dingen begon te doen, ben ik mijn eigen persoonlijke projectjes een beetje uit het oog verloren. En heb ik eigenlijk heel weinig nog gemaakt wat echt voor mezelf was. En dat vind ik langs de ene kant enorm jammer, omdat dat toch is waar ik begonnen ben. Ik ben begonnen met YouTube-video's maken hier in mijn kamer, toen nog in een andere kamer. Maar het was wel hier thuis, YouTube-video's maken, crappy microfoon van mijn laptop, de crappy webcam van mijn laptop. En nu zijn we hier met toch wel wat aardige upgrades op vlak van gear en zo. Maar daar zit het hem juist een beetje. Ik ben te perfectionistisch geworden. Wat ik daarmee wil zeggen, is dat ik altijd maar wil blijven upgraden en upgraden en upgraden. Ik zet dan mijn camera neer en ik zet alles zoals ik het wil. En dan zie ik één klein dingetje waar ik van denk van, ah nee, dit moet nog beter. En dan maak ik die video niet, omdat ik wacht totdat dat ene kleine ding beter is. Maar eigenlijk is dat onbegonnen werk. Want dat zorgt ervoor dat elke keer als ik iets begin, ik heb dan misschien die nieuwste upgrade. De nieuwste upgrade nu is bijvoorbeeld deze microfoon. Maar elke keer opnieuw daarna zie ik weer nog iets anders waar ik van denk, ah nee, nu is het dit, nu is het dat. En dat gaat altijd zo zijn. Ik ga altijd, als ik iets opneem, dat gevoel hebben dan dat er nog 100.000 dingen beter kunnen. Ik heb nu dat gevoel met dat ik deze video aan het opnemen. 99% van de mensen gaan dit kijken en denken, wauw, dit is toch goed gefilmd, goede kwaliteit, goed gemaakt. En ja, dat is misschien wel zo, maar ik zelf ga 100.000 kleine dingetjes zien die mis zijn aan hoe dat dit eruit ziet, of hoe dat dit klinkt, of hoe dat dit op YouTube komt. En dat zorgt ervoor dat ik niet upload. Ik bedoel, kunt je geloven dat ik heel deze video daarnet ook al heb opgenomen, maar dan met een totaal andere setting, maar dan uiteindelijk niet tevreden was met hoe dat eruit zag en nu heel deze video opnieuw aan het opnemen ben? Dat is de realiteit. En dat is het perfecte voorbeeld van dat perfectionisme. Maar goed, wat wil dat zeggen voor 2023? Ik weet het niet. Ik weet niet of dat ik veel ga uploaden of dat ik meer ga uploaden dan in 2022. Wel, als deze video online komt, heb ik al meer geüpload dan in heel 2022. Maar goed, ik weet niet wat dat wil zeggen. Want dat perfectionistisch kantje gaat er blijven inzitten. En dat is goed, dat steeds willen verbeteren. Dat zorgt ervoor dat je steeds meer dingen leert en begrijpt hoe dingen werken. Ik ben ondertussen echt wel op het moment gekomen waar ik denk van, ik begrijp hoe licht werkt, ik begrijp hoe een camera werkt. Maar daar blijft niet genoeg voor mij en ik blijf dan die upgrades willen doen. En dat is een beetje het probleem. Dus ik ga niks beloven. Ik weet niet of ik meer video's ga maken in 2023. Ik weet het niet. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat ik hoop dat ik dat meer ga doen. Want dit is waar ik begonnen ben. Dit is mijn passie. Ik vind dit super tof om te doen. En het geeft me ergens voldoening om iets te maken en dat dat een mooi resultaat heeft. En ik heb dat gehad met de content die ik de afgelopen jaar heb gemaakt voor een Jong Groen, voor een Vlaams Jeugdparlement, voor een KDG. Maar ik had dat niet meer met mijn eigen content. Omdat ik steeds maar iets had van, oh, dit moet beter, dit moet beter. Maar daar wil ik van af. Oké, het kan altijd beter, maar als ik niks maak, dan is er ook niks om beter te maken. Dus laten we proberen van 2023 een voller jaar te maken. Ik heb heel wat ideeën in mijn hoofd om video's over te maken. Dus we gaan het gewoon proberen, zonder beloftes. En
Hopelijk zie ik jullie in de rest van 2023. Tot de volgende keer.